Nederlandse grondwet en de rechten van de mens. Artikel 1, gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Mensenrechten zijn ook van belang rond zorg en gezondheid en in de dagelijkse praktijk, zoals de persoonlijke verzorging en de invulling van de dag. Als je ziek bent, bevind je je in een kwetsbare positie en een afhankelijke positie en het medisch ingrijpen kan verstrekkende gevolgen hebben. De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid te bevorderen, te beschermen en te verwezenlijken. De overheid mag mensen geen noodzakelijke gezondheidszorg onthouden en niet discrimineren in de toegang tot de gezondheidszorg. Bij het recht op gezondheid gaat het om het recht op zorg voor de gezondheid en niet over het recht om gezond te zijn, want dat laatste is onmogelijk te garanderen. Het recht op zorg voor de gezondheid is vastgelegd in verschillende internationale verdragen. Voor de Nederlandse staat betekent dit recht de verplichting om te zorgen voor een kwalitatief goed stelsel van de gezondheidszorg. Medische voorzieningen, medicijnen, behandelingen en medisch personeel moeten voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk, beschikbaar, aanvaardbaar en zeer zeker van goede kwaliteit zijn. Het recht op gezondheid omvat voor de staat eveneens de verantwoordelijkheid om de gezondheid van alle inwoners te beschermen en te bevorderen. Sorry, maar wil je dat over kwaliteit? Wat was dat? Nou, dat het voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk, beschikbaar en zeer zeker van goede kwaliteit moet zijn. Oh, dat is, ik hoorde laatst iemand in de thuiszorg. Je hebt maar 3 uur de tijd om allerlei soorten dingen te doen. Wassen, schoonmaken, weet ik wat. En die 3 uur per week. Kwaliteit. Als in de thuissituatie te weinig adequate zorg wordt geboden, dan raakt dit het recht op gezondheid. Als ouderen in verpleeghuizen geen invloed kunnen uitoefenen op de manier van leven, dan raakt dit het beginsel van autonomie. Is er sprake van onvoldoende aandacht voor de behoeften van de cliënt bij de persoonlijke verzorging en invulling van de dag, of is er zelfs sprake van verwaarlozing of mishandeling, dan raakt dat aan de lichamelijke en geestelijke integriteit van ouderen en valt dit mogelijk onder de reikwijdte van het verbod op onmenselijke en vernederende behandeling en het recht op privacy. Nou, adequate zorg? Ja, ik kom wel eens bij de mensen thuis, maar ik zal me even voorstellen. Ik ben Kees en ik ben klusjesman in Spijkenisse Zuidwest. En ja, ik kom wel bij de mensen thuis, hè, om klusjes te doen. En zo zie ik wel eens wat hoe dat thuis er binnen aan toe gaat. Maar adequate zorg, nou, volgens mij is dat niet altijd het geval. Artikel 10, privacy. Punt 1. Iedereen heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn eigen persoonlijke levenssfeer. Punt 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Punt 3. De wet stelt regels in zaken de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt als mede op verbetering van zodanige gegevens. Toen hadden ze volgens mij nog geen social media. Of die camera's die overal hangen, hè? Die ons allemaal maar filmen en zo. Privacy. Artikel 11. Onaantastbaarheid van het lichaam. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam. Dat betekent dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen er worden ingenomen. Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld. Dat is een hoop moeilijk gepraat, maar ik heb dat eens even een keertje opgezocht, hè? En dat heb ik hier eens eventjes opgeschreven, wat dat precies een beetje inhoudt, hè? En dat is, de overheid mag niets met je lichaam doen als jij dat niet wilt. Anderen mogen ook niets doen met je lichaam als jij dat niet wilt. Hè? Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven als jij dat niet wilt. Zelfs een medische keuring of het knippen van de haren, dat mag niet. Als jij dat niet wilt. In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGO, staat dat een dokter je niet mag behandelen als jij dat niet wil. Maar als hij dat wel doet, moet hij dat ook in begrijpelijke taal, zowel schriftelijk als mondelijk, uitleggen. Maar hoe zit dat dan met die verzekeringsmaatschappijen, die zorgverzekeraars? Die zeggen naar welk ziekenhuis ik moet. Welke medicijnen ik moet slikken. Maar hoe zit dat dan met beschikken over je eigen lichaam? Artikel 22. Volksgezondheid, woongelegenheid en ontplooiing. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen gezond is en blijft. Net als bij werk en inkomen geldt voor je gezondheid dat je zelf moet proberen gezond te blijven. Wel kan de overheid je daarbij helpen? De overheid kan bijvoorbeeld goede informatie geven over gezond leven, zorgen dat er genoeg goede dokters en ziekenhuizen zijn. Zorgen dat ons eten en drinken schoon en gezond zijn. Heeft hij mensenrechtelijke verplichtingen op vlak van gezondheidszorg gegeven door verschillende wetgevingen. Aan nieuwe wetgevingen wordt gewerkt. De inspectie van gezondheidszorg is belast met toezicht op de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Horen we dat allemaal, hè? Die wetteksten, mensenrechten, en het staat er allemaal heel mooi, maar wat is daar nou eigenlijk van waar? En ik, zoals ik al zei, ik had me al voorgesteld, hè? Ik ben Kees, klusjesman, Zuidwest, en kom ik toch wel heel bij de mensen thuis. En dan had ik een idee, misschien vinden jullie het leuk om een dagje met mij mee te gaan op mijn klusronde. En dan kunnen we zelf eens bij de mensen thuis gaan kijken hoe dat nou precies geregeld is, hè? Met die zorg en zo allemaal. Dus ik zou zeggen, gaan jullie gezellig een dagje met me mee aan de klus. Ja, Altijd een zus van jou toe. Ze is er eenmaal jarig vandaag. Ja. Altijd een zus. Lekker gewoon. Ja. Ophouden met poppen, want ik moet ook nog met jou mee in de auto. Nou, autootje open. Ja.
zetten, houd ik je dicht. Doe je gezond, je gordeltje om, schat, ja. Komt die open. Komt goed, pa. Rustig aan, hè? Rustig aan, ja. Dankjewel. Doe dicht. Nou, Marjan, ik ben wel blij dat je meegaat. Ja, we zien het wel, man. Zo. Komt allemaal goed? Ja, net als vorige keer zeker. Ja. Maak je even. Kop dicht. We zitten. Kijk uit die achteruit blikspiegel. Kijk, want er gebeurt niks. Ja, nu kijken. Marion zegt er wat van. Ik zeg helemaal niks. Hij is een beetje naar rechts. Pa. Naar rechts. Ah, ik heb een hele vrije baan voor me. Ja, omdat je de voorste bent in de file. Ja. Ik heb al 50 jaar bereid, maar ja, dat is al te lang. Gaat eens opzij, kom op. Ik moet naar mijn klus en ik ben al laat. Kom. Ja, ga nou eens die rechte rijbaan. Jij denkt dat je alleen op de weg zit, maar dat is niet zo. Ja, je ziet het, de hele vrije baan. Ga nou opzij, kom op. Ik kom te laat. Jongen, nou, als jullie niet naar rechts gaan, dan ga ik er wel rechts voorbij. Nou, gaan we aan de rechterkant rijden en dan de stad in. Oké, dan krijg jij de lol. Let op de borden. Ja, Almere. Nee, daar moeten we niet heen. Let op de borden. Oh, ja. Zijn we nou zo wel? Ja, bijna. Ja, dat is hier zo toch? Gelukkig wel. Ja. Ik zal blij zijn als je dadelijk 75 jaar bent. Dan word je tenminste geherkeurd. En dan hoop ik dat je geen rijbewijs meer krijgt. Ben ik lekker mee? Ja, je denkt echt dat je goed rijdt. Ja. Dat is niet waar, Marjan. Nou, dat is weet je wat we doen? We gaan gezellig naar je zuster toe. Ja, pa, ja. Geef mij de sleutel, parkeer ik hem in. Ja. Oh, dat is een goed idee. Alsjeblieft. Zo. Ja, dankjewel. Zo. Paf. Houd maar even, kom zo. Ja. We zien je zo. Heb je gordel nou los? Ja, ik kan los. Okay. Ja. Nou, dan gaan we naar zusje toe. Deur naar de verjaardag. Of doe jij maar even. Ja. Gezellig. Zo, komt straks de visite. Eventjes de boel nog een beetje aan de kant maken. Zo. Staat goed zo. Hallo oma. Ik ben jarig. Hallo, gefeliciteerd. Dankjewel. Hi meisje. Ik heb gebak meegenomen. Oeh, lekker. Zal ik dat even in de keuken zetten? Ja, dat is goed. Ja, kom ik zo terug. Ja, goed. Zo. Ding dong. Mirjam, doe jij even open? Oké. Goedemiddag, Kees Klus. Oh, hallo. Ik hoorde dat mevrouw de leidingen verstopt zijn, dus die kom ik eens eventjes repareren. Oma? Ja, dat zijn mijn leidingen, dat klopt. Oh, kom maar verder. Ja. Kees? Goedemiddag mevrouw. Hallo jongen. Leidingen kapot hoorde ik. Klopt in de keuken. Ja, ziet er gezellig uit hier. Ik ben jarig. Bent u jarig? Ja. Van harte gefeliciteerd mevrouw. Dankjewel. Maar dan ga ik u niet langer ophouden, dan ga ik aan de klus. Dus ik ga naar de keuken, leidingen repareren. Koffie, zwart, lekker. Ja, ik loop wel even tegen die Kees. Oh, net op het nippertje goed gegaan, hè. Dik, het is ook wel echt. Wacht, ik hou er nu over op. Ja, dat lijkt wel verstandig. Hallo, lief zusje. Oh, zusje zijn. Hallo, wat leuk dat jullie er zijn. Met je verjaardag en een cadeautje erbij. Oh, wat lief, dankjewel. Hallo Dick. Dat meisje. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ga lekker zitten. Okay. Hallo, Dick en Tante Margreet. Hé Mirjam, wat fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. Kijk maar lekker koffie. Ja, we zijn er mee bezig. Nog goed hè, dat ze er is. Ja. Heel fijn klein kind, ja. Ja, ze helpt me heel erg goed. Ja, echt mantelzorg. Ja, heel goed. Hè, ja, gezellig toch? Ja, ja. Het was weer helemaal midden. Oh, ik zal niks meer zeggen. Heb je weer gedeeld? Goedemorgen. Hoi, lief. Hallo. Ja, dat is mijn buurvrouw. Oh, maar wat doen die mensen hier? Ik ben jarig. En dat is mijn visite. Ah, oké. Ik heb koffie en thee. Nou, en taart. Ze
Dick. Heerlijk. Ja, zeg maar ja. Alsjeblieft. Tante Martijn. Wel. Oma. Dankjewel, mijn zieke vrouw. Lekker hoor. Oma. Hallo. Marianne, dat is een tijdje geleden. Hi. Gefeliciteerd. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Oh, lief van je. Ja. Dat had je niet hoeven doen. Nee, dat weet ik. Maar ik heb het toch gedaan. Ja. Mama. Hoi. Auto is geparkeerd. Oh, dat is een goed idee. Ja, en ik rijd terug. Geweldig. Ja. Sleutel in de zak. En dan ophouden met mopperen, want dat is een goede oplossing. Nou, het is alweer een degradatie. Zo, wat gebeurt hier? Is die vrouw? Ik weet het niet, ze stopt er ineens. Ik vond toch niet met jou binnenlopen? Ja, ze liep bij me mee. Ik denk, die is uitgenodigd. Die hoort erbij. Ja. Zou het een ontsnapt ergens? Oh, misschien wel. Ik heb dat zeggen. Hier, neem lekker taartje. Ja, taart! Ja, ja, taart! 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 Ja! Taart! 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 Ik heb geen taart meer. Wie is die vrouw dan? Wat doet die hier? Ik ben jaren! Ja, dat weet ik wel. Maar wat heb je eigenlijk allemaal gedaan vandaag? Nou, ik ben jarig, dus ik heb mezelf getrakteerd op een bosje bloemen en een visje van de markt. Oké, wat leuk. Ja, gezellig. Maar, zijn jullie nou mijn kinderen of niet? Nee, mevrouw, dit is familie van oma. Van oma? Ja. Ja, ja, maar waar zijn mijn kinderen dan? Ja, dat ik ook niet. Nou hoor. Oh, nou, deze piraten ook haar. Maar het is een feestje. Oh, ja, het is een feestje. Nou, die is heel lekker. Oma, waar is uw hondje? Hondje? Ja, ik heb hem zo'n hondje gegeven tegen de eenzaamheid. Waar is die eigenlijk? Heb ik een hondje? Ja. Oma, top. Je hebt toch een hondje? Ik denk dat hij in de tuin is. Ik ga maar even kijken, ja? Ik ben zo terug. Fijn, hè, dat Mirjam ons langzorgen zo goed voor ons zorgt. Ja. Dan gaat ze naar het hondje kijken. Ze komt elke dag uit school, hè. Komt elke dag uit school, komt ze naar jou toe. Het is heel goed dat ze doet. Ik heb in de krant gelezen dat er al 4000 mantelzorgers in Nederland zijn. En hondjes gevonden, oma? Een wel hondje. Het hondje van de buurvrouw. Buurvrouw? Ja, buurvrouw, oma. Heb ik een hondje? Ja, oma. Die kleine chihuahua. Waar zit hij thuis? Hij is oké. Ja, en een hondje. Oh, jongens, hou nou eens op over dat hondje. Waar moet zij naartoe? Oma, we gaan zo weg, dan wordt het wat rustiger. Neem je er gelijk mee. Zij zit hiernaast. Ik breng ze wel even. Want anders nou, ze weet zelf wel waar ze naartoe moet. Ze is ook hier alleen naartoe gekomen. Nee, hoor. Nee, dat gaat niet goed komen. Ik breng ze wel weg. Kom maar mee. Weg. Ja, hup. Weg. Nee, weg. Jij weg. Kom. Weg. Nee, weg. Weg. Hup, hup. Weg. Ja, hup. Weg. Tijd om op te stappen. Jongens, ga je vandoor. Ja. Afscheid. Kijk nog uit rijden. We hebben elkaar bijna niet gezegd. Dag oma, ik moet even de auto halen. Fijn dat je er was. Ja. Tot volgende keer. Ik ga jou wel bellen. Ja, zullen we morgen even met elkaar bellen? Fijn, dankjewel, Mirjam. Natuurlijk ook, maar. Misschien is het een goed idee als je even gaat rusten. Ja, ik heb wel erg weinig geslapen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Dan brengen we even naar de slaapkamer. Oké. Okay. Ja. Heb je daar nu zin gehad vanmiddag? Ja, zeker. Dat was gezellig, hè? Ja, dat was leuk. Een hoop mensen, zeg. Ja. Die ene mevrouw was wel een beetje vreemd. Ja, die wilde alleen maar tijd. Ja. Ja, ze hadden nog ook je bordje bij de mediat. Hé, zo, mevrouw, de lijn. Hey. Nou, volgens mij is mevrouw al net. Maar ja, ze redt natuurlijk, hè, vermoeiende dag. Maar het is wel leuk. Normaal gesproken kom ik hier zo.
En dan is mevrouw altijd een beetje alleen. Maar het is dan wel leuk dat er vandaag op haar verjaardag vrienden, familie en zo op bezoek komen. Dus maar ja, ik kom hier vaker. Ik leg de bon hier zo neer en dan komt dat zeker goed. Stopcontact in de keuken geplaatst, dus u kunt uw magnetron weer aansluiten. Kunt u weer lekker uw maaltijden opwarmen. Oh, fijn. Zit u lekker te lezen? Nee, ik ben foto's aan het kijken. Kom maar kijken. Ja, natuurlijk. Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ja, dat is een tijdje terug, ja. Ja, ik denk dat dat 83, 84 is. Dus oud en nieuw. Maar het ziet er wel gezellig uit, zo. Ja, dat was zeker gezellig. Ja, dat was ook wel, och, dat vergeet ik niet meer, dat avondje. Toen hadden Dick en Margeet, die hadden het erg bond gemaakt met de champagne. Ja. Dat was dolle pret. Jongens, foto. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Thank you.
hoor. Even pauze. Zo. Nou, wat ik laatst meemaakte. Ik doe wat klusjes bij de familie Tuk. Lekker, Joep. Maar ik kom daar zo op een gegeven moment, kom ik binnen. En zit er een of andere vreemde kerel. Die zit een beetje in die kasten te vroeten daar en zo. Dus ik denk, hey, wat is dat? Die bonjour ik even naar buiten. Dus ik stap erop af. Word ik ineens tegengehouden door meneer Tuk. Hij zegt, hallo, rustig aan. Ik zeg, ja, maar hij zegt, nee. Hij zegt, dat is ons mannetje. Ik zeg, mannetje? Kent u dat, een maatje? Dat is dus iemand, die komt bij de mensen thuis. En die doet of een spelletje met ze, of die drinkt gewoon een bakje koffie. Hè? Maar in ieder geval, ja, doen ze wat leuks met die mensen. Maar ja, ik kan er een hele hoop over vertellen, maar misschien kunnen we eventjes bij de familie Tuk binnen gaan kijken. En dan kunnen we eens kijken hoe dat nou precies gaat met die maatjes. Dus ik zou zeggen, neemt u mee een kijkje bij de familie Tuk. Maandag! 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 Heb jij een touwtje uit de deur gehangen? Ja, natuurlijk heb ik een touwtje uit de deur gehangen. Heb jij pillen vandaag geleverd? Heb ik ook gegeven, ja. Ook die kleine? Ook die kleintjes, ja hoor. Wil je nog een tukje? Ja, nee. Goedemorgen, meneer en mevrouw Tuk. Hallo, zo. Jij bent vroeg. Ja, Tuk kan wel pas binnen zijn, toch? Ja, ja. Ja? Want, is het... Zegt u dit? Is het briefje al klaar? Nee, ik heb hem vergeten. Maar ik heb hier wel een bloknootje en een pen. En dan kan je het wel een beetje opschrijven, zo. Kijk. Gaat het? Ja. Zo. Okay. Zullen we beginnen met de morgen? Wil je ook wat drinken? Een kopje thee? Ja. Drink je jouw thee? Ja. Zullen we beginnen met de morgen dan? Ja. Brood? Ja. Bruin brood. Ik wil wel graag muesli. Muesli, oké. Okay. En de yoghurt is ook op? Ja, yoghurt. Nou, doe maar magere yoghurt, hè. Dat is gezond. Ja, dat schijnt gezond te zijn. Boter? Ja, boter. Ja. Nee, die hadden afgesproken margarine. Boter, dat is veel lekkerder. Doe maar margarine meenemen. Ja, doe maar margarine. Goed zo. Moet er nog wat op de brood? Ja, het gebruikelijk. Ja, doe maar een beetje kaas, een beetje beleg. Ja, dat komt wel. En melk, doe maar melk. Ja. Oh ja, en een pakje thee. Pak je thee zo op. Ja, oké. Okay. Het avondeten? Ja, nee, dat wordt geregeld. Ja, ja, toch? Ja, wij hebben tegenwoordig kant-en-klaar maaltijden. En die worden aan de deur bezorgd. Het is niet echt tafeltje dekje, maar lekkerder. Maar woensdagavond, ja, dat moet je weten, dan hebben ze in het wijkcentrum, de Akkers, hebben ze een restaurant gemaakt in de hal. En dan kan je lekker eten, allemaal aan het tafeltje met een bloemetje erop. En voor 7,50 voorgerecht en hoofdgerecht, een heel lekker toetje. En dat gaan wij nou elke woensdag doen. Oh, dat kun je niet verkeerd. Heeft u het allemaal opgeschreven? Ja. Oké, en nog wat te drinken? Ja, flesje wijn. Ja hoor, je kent het wel. Wil jij geen biertje? Ja, dat is wel in Heineken en dat ben ik niet. Oké. Zo. Oké. Nou, doen we maar kattenbrokjes voor de katten van de buren. Die komen altijd hier snoepen. En doe maar een pak wc-papier. Is het weer zo voor jou? Bemoei je er niet. Ja. Wil ik wat? Dat was het, meisje. Ja? Ja. Het geld? Geld. Oh ja, nou, mag mijn pasgeld meenemen? Ja. Nou, je weet het pincode voor de week. Ja, oké. Verder nog iets? Nee, ik denk dat het zo genoeg is. Je had nog wat. Oh ja, ik wou je wat vragen. Wij willen aanstaande zondag heel graag naar het kleine kerkje in Simonshaven weer een keer. Zo lang geleden. En dan vroeg ik me af, zou jij ons kunnen vergezellen zondag? Want jij hebt een auto, hè? Ja. Dat is geen probleem. Nou, heel fijn. Om 10 uur moeten we daar zijn. Dus als je zeg maar nu of 9 uur zou kunnen zijn. Ja, is goed. Doen we. Oké, dan kom ik daar terug met de boodschap. Ja, zien jullie zo met de boodschap. Oké, tot straks. Doei. Ja, gelukkig. Ja, mooi, hè? Ja, weer gelukt. Gelukkig maar weer, dat het weer gelukt is. Ik schrik helemaal. Ja. Ik geef zomaar mijn pasje mee. Ja, en je ziet steeds op televisie
dat bij dat enge programma van opsporing verzocht. Dat ja. Die mensen dan gaan pinnen voor zichzelf met mijn pinpasje ja. En met de pincode. Lekker handig, Dick, wat hè? Doen we? Ja. Nou, ik vertrouw die meid. En ik kijk wel even de computer straks. Oké, als jij er zo over denkt. Ja. Daar zijn ze weer uit. Goedemorgen, meneer de Zuid. Hoe is het, René? Nee, hoi, 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 hoi. Ja. Ben lekker vroeg, hè? Je bent mooi op tijd. De ochtendstond heeft goud in de mond. Ja, meneer Tuk, zullen we naar boven gaan? Nee, jullie gaan niet naar boven. Zitten jullie lekker rustig? Jullie kunnen hier met de computer rustig zitten. Ik ga de krant lezen. Oké, dan houd rustig. Ja. U had gebeld, er waren problemen. Ik had eventjes een probleem met het, weet ik niet. Kijk, ik zal het even voordoen. Waar is uw pasje? U wilt toch op de bank inloggen? Oh, nee, dat hoeft je niet meer. Oh, dat hoeft, nee, dat hoeft je niet meer. Dat kan het even mee. Wachtwoord. En hondenlul, kleine lettertjes. Laat eens even kijken. Wat was nou precies het probleem? Ja, nou, ik begrijp het niet altijd. Begrijpt het niet, maar... Weet je wat ik in de krant lees? Dat er wel 3 miljoen ouderenhuishoudens in Nederland zijn. En dat worden er alleen maar meer, want er komt nog een grijzere golf aan. En dan hebben ze 1,7 miljoen nieuwe 50-plus woningen nodig. Zo, dat is toch ook wat? Zullen we even teruggaan naar wat de missie is? Ja. Oké, okay. Luisteren niet eens. Grijze golf. Kijk, maar wacht even. Hier staat dus dat er 35 is afgeboekt gisteren. Ja, is gisteren gebeurd, zie ik. Gewoon die boodschappen. Dus ja, niks aan de hand. Heel fatsoenlijk. Uitloggen. Ja, klap, klap, klap. Prima. Nou, kan ik nog verder voor iets voor u doen? Ja. Weet je wat? Ik wil een vraag aan jou. Wij willen zo graag aanstaande zondag weer naar dat witte kerkje in Simonslaan. Oh, we willen er weer een keer naartoe. Dat is zo lang geleden. Ja. En nou wil ik vragen, kun jij ons begeleiden? Met de auto, hè? Ja, de auto, hè? En hoe laat willen jullie daar zijn? Nou, we willen om 10 uur, dus begint die voorstelling. Ja. Dus als we dan even hier opgehaald worden. Ja? Nou, goed. 9 uur gesproken. Ja, 9 uur volgende week. Heel fijn. Ja? Oké. Tot volgende week. En dan volgende week dan... komt wel. Ga je niet naar boven met haar? Ja, wel hier niet. Is dat toch? Kribbig mens. Die meid. Ja. Meneer Tuk en mevrouw Tuk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb mijn wassenspelletje uit de kast gehaald. Ben je uit de kast gekomen, jongen? Goedemorgen. En ga je de muur in? Donderdag. Gaat die tijd toch hard, hè? Ja, ik vlieg voorbij. Heb je pilletjes al ingenomen vanmorgen? Ja, heb ik ook gehad. Okay. En wil je nog een tukje? Nee, nog meneer en mevrouw Tuk. Hallo. Even een kopje koffie drinken. Ja, gezellig. En, ja. Nou, dat was lekker. Ja. Rijdag. Zo snel gaat het. Rijdag. Dat is alweer. Rijdag. Ja, voor je het weet zit hij wel de oliebollen. Hè? Nou. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Onze is ja, we gaan weer dezelfde serie kijken. Ja, hè? Ja. Helemaal leuk. Ja, ja. Heel fijn. Zaterdag. Tot zo, hè. Doei. Zaterdag. We zullen de restjes maar opeten van de week, want het is weer zaterdag. Het is weer zaterdag, ja. Zondag. De zondag. Gelukkig is het niet zondag, maar weet jij nou nog wie wij gevraagd hadden voor die... we hadden toch iemand gevraagd voor die... Ja, we hebben het wel aan iemand gevraagd om ons te luisteren, dat zien we zo wel. Ja, het is weer zo'n seniorenmoment. Ja, dat weet ik weer niet. Eigenlijk zal het bij je zorg zijn. Ja. Ja. Wat doen jullie hier? Wat hier aan de hand is, maar ik zou meegaan naar de kerk vandaag, geloof ik, want ik ben jullie maatje. Ja. Maar
Ik ben toch uw maatje. Ja. Ik doe op maandag altijd de boodschap voor u. Ja, en ik kom dinsdag voor de computer. Ja. En ik haal woensdag altijd de spelletjes uit de kast. Ja. En op donderdag kom ik koffie drinken. En ik kom vrijdag altijd gezellig even een uurtje tv kijken. Ja, 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 maar hè? Iedereen mag toch maar één maatje hebben? Oh! Ja, die familie Tuk, hè? Ja, die maken het wel heel bont, hè, natuurlijk, met vijf maatjes. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, hè? Je mag eigenlijk maar één maatje hebben. Maar wat een wereldinitiatief, hè? Want die mensen, die maatjes, die doen dat allemaal vrijwillig. Ja, en ik mag toch hopen, hè, ik ben nu nog jong en vitaal, maar ik mag toch hopen dat als ik dadelijk wat ouder ben, en misschien ook wat hulpbehoevende, dat er dan ook mensen voor mij klaarstaan. He, omdat vrijwillig mij een spelletje, een bakje koffie, maakt niet uit. He, maar ja, we moeten verder. We gaan op naar de volgende klus. Dit is een paar jaar later. Oh ja, ja, ja. Maar ik zie wel een beetje dezelfde mensen. Ja, dat klopt. We hadden een vaste vriendengroep. Alleen, ja. Hier zijn Francis is er niet meer. Oh. En Dick en Margreet zijn er ook niet meer. Oh. Ja. Ja, maar het ziet er nog wel gezellig uit. Ja, het was een stuk rustiger zonder Dick en Margreet, maar het was zeker nog gezellig. Jongens, foto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Mwah! Mwah! Hoe is het? Ja, goed. Ja, laat eens. Nou, vertel. Ik heb de hoofdrol gekregen in een balletvoorstelling. Jo, wat ja. Geweldig, wat ja. Schitterend. Ja. Oh, helemaal. Kom eens even zitten. Ja, tuurlijk. Weet je? Oma was vroeger ook een ballerina. Echt waar? Ja. Oh, leuk. Ik zou naar het Nationaal Ballet gaan. Dat meent u? Ja. Oh, echt. Oh, wat knap. Ja, hè? Wat is er, oma? Opeens hielden mijn benen niet meer. Echt waar? Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. En maar toen... daar moeten we niet terug meer over zijn. Oh, waarom niet? Ik heb mijn weg gevonden. Echt? En ik heb een manier gevonden om weer te kunnen dansen. Oh, wat fijn, oma. Wat fijn voor u. Zie je dat doosje daar? Ja. Dat is van oma geweest. Echt waar? Ja. Oh. Ga maar kijken wat erin zit. Dat is goed, oma. Ja, dank u wel. Hoi.
Duw omver, stuur me met tegenzin de kou maar in. Blaas me maar omver en stoot me om. Ik kan niet kapot. Kijk me niet aan, maar kijk dwars door me heen. Laat me verloren, laat me alleen. Ik kan het best zelf, ik heb je hulp niet nodig. Het is een lief, maar overbodig, vast heel goed bedoeld gebaar. En vang me niet op. Als ik naar beneden val, het steeds opnieuw verkaal ik ga, vanzelf vast wel weer staan. Ik kan het best aan. Maar als ik mezelf geen bescherming meer bied, als ik opdreig te geven, ook al zie je het niet. Blijf je dan hier, laat me niet in de steek. Wil je me lijmen als ik jongens, jongen, krijgt de heet van. Nou, was al in de overgang, ook dat nog. Nou, ik heb net mijn moeder weggebracht naar het bejaardentehuis. Oh, dat ja, dat meen ik wel, was niet meer te houden. Kon me niet meer verzorgen, ging niet meer weg te been. Ja, dat was pittig, ja. Ze moest huis en haard verlaten, ik had het niet verwacht. Nee, ik had het niet verwacht. Het was vreselijk. Waar hebben ze het over? Kom je binnen met je moeder, helemaal stil natuurlijk, van wat doe je me nou aan? Weet je waar ze het over hebben daar in dat verzorgingstehuis? Nou, vertel mij eens. Over geld! Dat meen je niet. Je verwacht een bosje bloemen? Nou, ja, minimaal. Minimaal, precies. Hoe doe jij dat eigenlijk? Alles zelf? Ja. Ja. En wie betaalt dat? Je moet toch ook hulp bellen? Oh ja, voor hulp kan ik naar de WMO. Oké. Okay. WMO? Ja, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar heb ik dus de WMO voor nodig, maar het is gelukt. Maar wat doen die dan? Die helpen bij hulpmiddelen bijvoorbeeld en bij hulp in de huishouding.
Oh, handig. Ik kan ook wel iemand gebruiken in huis. Ja, ik ook. Maar ja, dus, bij de BMO moet ik dan zijn. Nee, dat is alleen als je iets mankeert. Ah, oké. Okay. Oh, nou, dan val ik toch even. Nou ja, ja, ik sla ook regelmatig bij de avond op de dag. Zo, nou, maar is het ook weer niet, hè? Heb je iemand te zorgen voor. Hmm. Maar ik heb hulp nodig in een huishoudelijke zorg, maar ik kom daar dus niet bij terecht. Nee, alleen als je wat mankeert. Oké, okay, maar hoe werkt dat dan? Nou, dan bel je naar de gemeente. Of tegenwoordig kan je ook via internet kan je aanmelden. Okay. Ja, dat is echt verbeterd hoor. Dus dan, dan ga je dus op internet en dan komen ze bij je langs. Nou, zo snel gaat het ook weer niet. Hoezo? Nee, maar... Niet zo snel, maar dat duurt dus eventjes. Ja, wat is het schijnt dat het nu 4 weken duurt. 4 weken? Maar okay. Toen ik me aanmeldde was het 11:30. Maar ja, ik bedoel, dan moet je even 4 weken dus op een rolstoel wachten, maar dan is het ook geregeld. Nee, helaas niet. Hoezo dat dan niet? Wat dan weer? Dan heb je eerst een gesprek en dan gaan ze kijken wat je nodig hebt. Dan moet je eventueel naar een arts als ze niet helemaal snappen. En dan moet je daarna weer naar een leverancier. Die wordt dan in een grote grabbelton gegooid die het goedkoopste kan leveren. Nou, en dat duurt dan ook weer. Oh, en dan moet het rolstoel besteld worden. Nou, eer dat je hem hebt, dat... minimaal een half jaar. En dan heb je geluk. En ondertussen... kruip jij een beetje over de vloer? Nee hoor, ik zit gewoon achter de geraniums. Ah, oké. Okay. Ook gezellig. Ja, ja. Maar en die WMO, is dat... Maar dat is alleen voor rolstoel, hulpmiddelen in huis ofzo? Of, Nee, is ook voor taxi. Ah, over taxi. Oh, ja, dat is mooi. Oh, wacht even. Ja. Ja, als ik uit de kroeg kom, dan... Ja, bellen we even. Speciale taxi. Maar als ik dat zo heb gehoord, dan kan je dus... Dan moet ik me dus moet bellen of aanmelden via het internet. En dat ik een taxi nodig heb. En over 4 tot 6 weken of zo staat hij voor mijn deur. Ja, voor tijd. Nee, dat is de eerste keer. Dan heb je een pasje en dan... Ah, dat kan ik wel. Ja, dan onbeperkt... Ja, bijna overal. Het is net een soort van tienertour met de trein vroeger. Oh ja. Ja. Ah, okay. Dat heb ik ook goed aan. Ja. Ja. Maar, ja, weet je wat ik laatst hoorde? Je had het over die scootmobielen, hè? Want die verzorgen jullie toch ook, hè? Die WMO. Sorry, ik ben geen WMO, hoor. Nee, maar daar komt het ook vandaan, die scootmobiel. Ja, nou, ik hoorde een verhaal van iemand, die scootmobiel die was afgeschreven, 6, 7 jaar misschien. En mevrouw die krijgt een nieuwe. En wat moet er met die oude? Ja, dat weet ik niet. Nou, uiteindelijk zat ze met 2 rolstoelen, nu heeft die ene maar, die oudste, heeft ze maar gewoon op internet gezet. Ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, ik neem aan dat ze hem voor een reden inwisselt. Ja. Dus er loopt nu iemand rond met een scootmobiel wat niet helemaal veilig is. Ja. Oké. Okay. Beginnen, Dick. Helemaal leuk. Het is wel binnen 4 weken in ieder geval, neem ik aan. Dat dan. Dat je hem dan kwijt bent. Dat dan, ja. Dat maar ik wil nog even terugkomen op jouw verhaal. Want jij, je moeder, had je die gewoon lekker zelf kunnen verzorgen. Zeg, hou eens eventjes op, ik in de overgang. Kinderen thuis, man thuis, hou eens op. Zeg, ga toch niet. Grote trap naar boven. Nee, dat gaat. Ja, maar waarom dan niet? Nee, dat gaat niet. Dan moet mijn moeder plaatsen. Beneden in de huiskamer. Nou, en dan? Wat, En dan? Ze heeft 24 uur verzorging nodig. Nee. Oh, okay. Nee, dat ging echt niet meer. Nee. En daarbij is ze zo gek als een deur. Maar, komt vaak daarvoor. Dat komt vaak. Maar dat is toch lekker? Heb je die moeder in huis? Het kan niks. Het valt je niet lastig. Zo. Maar dat is toch lekker dat je cent erbij? Nou, dat dacht ik niet, hè? Nee. Dan word je opgekort, hè? Daar word je opgekort. Ja, nou door de CIZ hebben we ook nog. Wat is dat? Al die afkortingen. CIZ? Ja, dat is een of ander centraal orgaan. Die zorgt er dan voor dat je wel of geen geld krijgt. En dan hebben we natuurlijk nog de mensen die zeggen, oh mevrouw, woont er bij je dochter in en het hele gezin. Ja. Wel ja, dan heb je dit niet meer nodig, je hebt dat niet meer nodig. Nee, dat is geen optie. Dus die mensen die hebben heel hun leven keihard gewerkt. Ja. En... Het kost zo'n tehuis kost allemaal veel. Ja. Dan zou jij zeggen, ik neem het in huis. Zorg voor haar. Ja. En dan zegt de regering, dat is mooi. Ja. Krijg je ook nog minder geld. Mag ik even vangen? Precies. Helemaal ja. Nou, dat dan echt. Voor elkaar in Nederland, hè? Ja. Maar het is in ieder geval, hè, we zijn met de WMO. Heb ik gehoord. We zijn in ieder geval aan verbetering bezig.
Ja, daar hebben we het aan gewerkt. Het duurt ongeveer 11 jaar. Nou ja, maar we gaan de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Nee, nog lang niet. Nee. Nou ja, laten we er daar maar mee ophouden. Nou, ja, want, die mensen komen hier voor een leuke avond. Maar het is natuurlijk wel, het is wel nodig dat we met elkaar blijven praten over dit soort dingen. Hè? Want dit lost zichzelf niet op. Hè? Maar laten we erover ophouden. We hebben hier zo Jan. En hij heeft wat leuks voor jullie in petto. Dus ik zou zeggen, geniet van onze muzikant Jan. Ja, ik kom vaker in de verpleeghuizen en dan speel ik af en toe een moppie. We zijn nog net met Kees even achter de voordeur bezig kijken. Dus ik stel voor, kom even bij mij mee. Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf je me toch altijd trouw. Dan mag je het wel weten. Diep in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten? Want had jij het heus niet slecht, wat op een ander van je slecht. Lieveling, denk toch eens aan samen door het leven te gaan. En dan jouw liefde voortaan, diep in mijn hart. Wat een ander van je zegt, kan me niet schelen. Laat ze maar praten, ik trek me er niets van aan. Wat een misstap, dat weet ik. Maak het zo vele. Als ieder mens heeft wel eens een fout begaan. Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik jou toch altijd trouw. Gelukkig is het wel beter. Diep in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht. Wat op een ander van je stem. Samen door het leven te gaan. Heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Nou, we hebben er nog eentje van iets minder lang geleden. Ik heb daar als foto ook nog eens een keer tekeningen bij moeten maken en het hele verhaal van Jeroen Bos. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt een blikkend harmonie, rest in een grote regenton. Daar trekt over heuvels en door het grote bos, de lange stoot te werken in van zingen Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daarachter over bergen ligt het land van Azenbaal. Ik loop verarmd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met de trechter op de kop. En dan de grote snoes aan die legt de glazen ei, wanneer schudt het schilder op de Egmondse abdij. Ik loop verarmd met een open hand, de koning en demonen met de schepen in de hand. En dan blazen de varen, de heren van de schaar, die trouw met de vernieuwen, ze houden van elkaar. En onder de gouden hemel, in de zilveren zon, speelt een blikken harmonie, een kerst in een grote regenton. En daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de stoet vervoert de bergen in van Sint-Jeroen Bos.
En we praten en we zingen en we lachen. En we lachen over en ik te lang. Van Maasenbaal, van Maasenbaal, van Maasenbaal, van Maasenbaal, van Maasenbaal. Te zingen, ook van de grote Rotterdam. Vandaag wordt het erg spannend. Ik ga niet hand in hand kameraden zingen. Dat is de grote verzoeken, zeggen ze dan. Het wordt Doris. Er wonen twee jassen en daar twee modder. Ja, die wonen er pas. Ja, raakt gewoon weg van je stuk. Als je dat ziet, dat wil gelukken. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dood van een hot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dochter van Potten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belaagd. Ik dacht, het is toch net of er wat aan me knaagt. Maar die kreeg ik, die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten knagen. Ik greep meteen naar een ding, ding, ding. Maar daar verwoest je zijn huwelijk mee. Dus ik dacht meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, ja die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk. Als je dat ziet, dan had heel geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dop van een mot. Ik noem haar Charlotte en noem ik pas. Die dotter van motten in mijn oude jas. Zo, zit ik laatst zit ik ergens een bakkie te doen en zo overhoorde ik een gesprek aan de tafel naast mij. Er waren twee jonge meiden en die werkten in een zorgthuis. Hetgene wat me opviel in dat gesprek is, die liepen maar te klagen dat het zo zwaar was. En ik denk, joh, twee van die meiden in de bloei van hun leven, hoe zwaar kan dat nou zijn met een stel van die oude mensen? Maar dat bleef maar doorgaan, dat bleef maar doorgaan. Dus toen had ik zoiets van, hey, ik heb dan, heb ik even een tijdje vrij. Dus ik denk, ik meld me aan bij je thuis om de hoek. En vandaag ga ik een uitje regelen voor die mensen naar de dierentuin. Dus ik zou zeggen, gaat u mee naar de dierentuin? Ik ga even mijn witte jas pakken. Zo, oké. Ja, dat staat wel wat beter, hè? Zie ik er ook een keertje intelligent uit. Even kijken. We zijn in het huis. De bus komt zo. We gaan de mensen gaan we verzamelen in de foyer. En dan gaan we zelf naar de dierentuin. Dus we gaan de mensen halen. Even kijken. Dit is al groter dan ik had verwacht. Even kijken, hoor. Goedemorgen mevrouw, hoe is het met u? Morgen, jongeman. Goedemorgen, bent u er klaar voor? Waarvoor? Bent u er klaar voor het uitje naar de dierentuin? Tuin? Gaan we naar de tuin? God, wat leuk. Nou, hoort u mij wel goed? Klaar, mevrouw? Maar ja, ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Mevrouw, we gaan naar de dierentuin. Meneer, doe eens even weer. We gaan naar de dierentuin, u weet wel, hè? In de tuin. De dierentuin. Ja, dat is een prachtig moment. De dierentuin. Ik ben helemaal klaar voor. Bent u zover? Ik ben klaar. Ja? Moment. Ah, oké. Okay. Helpt u even? Ja, heeft u alles? Rustig. Ja. Denk aan mijn rug. Ja. Zal ik je jas even aannemen? Ja, heel graag. Ja? Dankjewel. Neem ik mijn jas om. Ja. Man, wat een leeftijd, hè? Nou, inderdaad. Gezellig naar de tuin. Ja, de dierentuin. Ja, gezellig.
Ja. Moet ik zitten? Ja, zou u hier plaats willen nemen? Zitten? Hè? Lekker zitten. Gaat u maar zitten. Ik hoef helemaal niet naar de wc. Gaat u zitten. Ik moet nog de rest van de bewoners halen. Hè? En dan kom ik zo. Blijft u hier? Niet hallo, gaan. Komt er nog iemand? Ik kom zo. Wat duurt dat lang? Echt. Ja. Ik blijft zeg, u zitten? Doe vooral wat je moet doen. Oké. Okay. Gaat ik er niet weggaan, hè? Nee. Oké. Okay. Even kijken. Zo. Goedemorgen, mevrouw. Bent u zover? Ja, ook goedemorgen. Jij bent ook een jongen van de tijd, hè? Nou, ja. Serieus. Hoe lang is dat niet? Ja, ben ik doe mijn best. Te wachten? Ja, maar we zijn nog op tijd. Maar het scheelt niet veel, dus zou je misschien een beetje haast kunnen maken? Nou, Hallef, mag ik ook nog een jas aan? Ja, tuurlijk. Ja? Even kijken, hoor. Deze jas hier... Is nee, dit hem? Nee, vind ik niet leuk. Okay. Deze? Huh? Ja, dat is niet waar. Ja? Zelfde jas. Nou, kijkt u eens. Dankjewel. De jas aan. Ja. Bent u nu zover? Hebben we alles? Ja, maar jij hebt Pietje al eten gegeven dan. Pietje? Ja, de kanarie. Oh, kanariepiet. Ja. Even kijken, waar staat... Oh, daar, ik hoor hem al uit. Daar. De kanariepiet in de kast? In de kast pak je. Oh. Met het eten. Ik kan zeggen van dat is toch heel vreemd. Deze, mevrouw? Dat gele pakje, ja, ja, ja. Klopt helemaal. Ja. Pietje is toch ook geel, dat snap je toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, maar bent u nou zover? Want we hebben enigszins wat haast. Oké, we gaan dus thuis komt aan. U, rustig aan, hè. Kom op, een beetje doorlopen. Ja, rustig aan. Kijk uit voor de muur, we moeten een beetje zo. Ja. Die mensen ook alles, hè? Rustig. Ja, kom, kom. Kijk, Lien, ga jij mee naar de dierentuin? Ga jij ook maar mee naar de dierentuin? Leuk. Gaat u rustig zitten? Leuk. Ja, kom. Ja. Hij doet zo. Maar we hebben... Nou, blijven jullie hier? Wel hallo, blijven jullie hier? Ik ga de rest halen. Ja? Ja. Leg jij even uit dat het dierentuin is. Ja, alles is zo doof als een kwart. Ja, probeer het maar. Doe maar wat. Het duurt wel lang, hoor. Te wachten. Ja, is het al? Ah. Goedemorgen meneer, bent u zover? Ja, we hebben enigszins wat haast. We gaan naar de dierentuin. We gaan. Dat hebben ze u toch verteld? Ja. Ja. Ik wil liever langs avifauna. Avifauna, natuurlijk. Maar we gaan naar de dierentuin. Ja. Het is niet anders. Komen we dan langs de Kuip? He? Langs de Kuip? Dat weet ik niet. We gaan naar Blijdorp. Wacht even, dan moet ik even mijn jasje uittrekken, want anders dan... Ja. Oeh! Ja, kijkt u uit. Ja. Want u moet wel heel hard mee. Oh. Ja, komt u maar. Oh, ja. Ik moet er eens poepen. Had u dat niet van tevoren kunnen bedenken, meneer? Het kwam op als poepen. Het kwam op als poepen. Even kijken. Doe uw ding. Ja? Ik ga even wat andere halen, kom ik zo bij u terug. Maar een beetje doordouwen, hè, alsjeblieft. Machtig. Goedemorgen, mevrouw. Bent u zover? We gaan naar geweldig. Ja. Volgens mij ben jij Kees de klusser. Normaal gesproken wel, nu Kees de verzorger, maar we hebben haast moeten gaan. Ik ken jou. Ja. Helemaal geweldig. Ja. Maar we hebben er geen tijd voor. Oh, wat zou u alsjeblieft mee willen? We gaan naar de dierentuin. Is u dat niet verteld? Dat was niet zelf als we weggingen, maar niet naar de dierentuin. Nou, gaan we dan met de bus? Ja, we gaan met de bus. Maar we hebben enigszins haast, dus kom op. Dan moet ik ook mijn wagenziekte pinnen. Ja. Opschiet nou. Mevrouw, we hebben haast. Mijn wagenziekte pinnen. Waar liggen die dan? Die liggen daar in het laadje. Jongen. Deze? Ja, die. Oké, nou, in uw tas? In de tas, dat mag u niet zien. Dat mag u niet zien. Ja, nou, u zult geen dorst krijgen onderweg, geloof ik. Zo, doe dat ding op. Ja, kom op. Doe die jas aan. Wat een haast heb je, jongen. Ja, man, we zijn zo blad. De bus kan elk moment hier zijn. Ja, waar had je beter moeten plannen. Ja, ik heb het. Man, ik ben hartstikke veel begonnen. Gaat u mee? Kees. Ja, ik ben Kees. Hallo! Ja, ik ook. Zou ik even aandacht? Ik moet er nog even iemand halen. Dus blijft u hier zo. Ja, natuurlijk. Goed. Ruim ze dan maar naar de dierentuin gaan? Ja. Helemaal goed. Tot zo. Kijk, je bent nou wel een doolhof hier, zeg. Oh, ja. Meneer, tuurlijk.
Hallo meneer, bent u klaar? Heeft u uw behoefte gedaan? Ik heb een pilletje bij me. Helemaal super. Ik heb ook een schoon hondenbroek voor. Dat is toch wel heel fijn, hè? Maar zou u misschien een beetje haast willen maken? Want we moeten door. Oh, tuurlijk. Kom op, zeg. Dat kan er ook nog bij. Blijft u rustig staan. En ja, kom maar. Stiefelen. Kom op. Ja. Stiefelen. Ja. Komt u maar. Meneer, hierheen. Daar is de foyer. Ja. Stop dat ding in je tas. Kom op. Ja. Nee, het is niet de tijd. Stop dat ding erin. Gaan we dan langs de tijd? Jongen. We zijn er allemaal, hè? Ja! We zijn er allemaal. Even koppen tellen. Even. 1, 2, 3, 6. Nee. 1, 2, 3, 4. We zijn er allemaal. Je bent Mirjam vergeten. Goedemorgen, mevrouw. Bent u zover? Ja, waar blijf je nou? Ja. Je was me vergeten natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Hoe kan ik u nou vergeten? Save the best for last. Maar we hebben haast. Ja, zeker. Maar ik zit aan het einde van de gang en iedereen vergeet mij altijd. Ja, maar ik niet. We moeten gaan. Hier, duw uw jas aan. Ja, nee, ja. Oh, ja, als u zo doorgaat, ik u ook niet meer. Je onaardig, ik heb verdriet. Ik mag toch een beetje medeleven tonen. Ja, als u in de bus zit, man, dan ben ik zo van medeleven. Even kijken hoor. Kom, schoen aan. Kom op. Ja, kom meteen, Benito. Kom op, Centro. Je blijft daar staan, dat is. Ja, natuurlijk, hè. Kom. Ja, doe rustig aan, we hebben alle tijd. Kom op. Moet die tas mee? Ja, nou, kom op. We gaan. Oké, uit, hier zo. Kom. Stiefelen. Kom op. We gaan nog niet naar huis. Want mijn moeder is niet thuis. Hier zo, achter u staan. Zijn we allemaal? Mag ik even de aandacht? Jongens, kijk nou, dames, kijk wat er nou gebeurd is. Wij zijn te ver gegaan. Wij zijn hele vervelende oude mensen. Nogal. Ja, en wij zijn te ver gegaan. En nou is die jongeman helemaal ingestort. Hij kon helemaal niet meer tegen. Dat het kwijt was. Nee, hij zoekt niks. Hij is helemaal ingestort. Weet je wat jij nodig hebt? Nou. Weet je waar jij aan toe bent? Nou. Aan een uitdaging. Dat klopt. Ja, toen vierden we samen geen oud en nieuw meer. Waarom niet? Ja, iedereen is overleden. Oh. Soms denk ik wel eens aan wat ze zeggen, dat je twee keer sterft. Eén keer als je komt te overlijden. En de tweede keer als de laatste persoon die je kent, jouw naam uitspreekt en ook sterft.
gedaan. Ik heb het idee dat u misschien de laatste tijd wat eenzaam bent. En ja, ik zou u willen vragen. Ik weet wat leuks in de buurt. En zou ik u mogen, mee mogen nemen als verrassing? Zou u met mij mee willen gaan? Dus ik zou u willen vragen, wilt u daar plaatsnemen en, bij de rest? Hallo. Zo, dames en heren, welkom dat u hier bent. En bedankt dat we vandaag een kijkje achter jullie voordeur hebben mogen nemen. En ja, als bedankje hebben jullie kleinkinderen hebben een mooie dans ingestudeerd. En ik zou willen vragen... Of je zou willen genieten van onze, voor jullie kleinkinderen. Dus...
Dames en heren, ik wil u ook graag bedanken dat u vandaag een dagje met mij mee bent gaan klussen. En ja, dat we een beetje hebben kunnen kijken hoe het er af en toe in de praktijk aan toe gaat in Spijkenisse Zuidwest. Maar wat we wel hebben gezien is dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven praten. Zowel de burgers als de politiek, dat we die verbinding blijven maken. En verbinding, daar wil ik het nog even over hebben. Want zometeen komt ons koor, komt hier een lied zingen met als thema verbinding. En daarbij wil ik u vragen om elkaars hand vast te pakken. Achter u, voor u, zodat we één lange slinger van verbinding maken. Dus ik zou zeggen, iedereen, pak degene naast je, achter je, pak ze allemaal vast. En dan gaan wij van het koor genieten. Nogmaals een daverend applaus voor ons koor, Popkoor Singing Beat. En voor onze dansers van het Kromo Team Centrum voor de Kunsten. En natuurlijk onze muzikanten.
spelers, Margreet. Mirjam. Francis. Marianne. Dick. En ik ben Marcel. En dan wil ik ook nog een applaus voor de gemeente en de mensen van het Centrum voor de Kunsten, want die hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. De mensen van de techniek. En daarom wil ik Dave. Kom eens hier. Kom eens hier, Dave. Dave die heeft keihard lopen rennen daarachter. Die heeft echt vier achtergronden moeten rennen voor ons. Ja. Dankjewel Dave. En dan natuurlijk afsluitend onze regisseur Iris. Dankjewel voor de komst. Dames en heren, jullie zijn welkom om nog een drankje in de foyer te doen. Hè. Wij zullen daar zo meteen ook rondlopen. Mocht je nog vragen hebben of hè, even gezellig even kletsen. Staat vrij. Ja? Tot straks. En bedankt voor de komst.